Je bent pas door als het laatste talent gezongen heeft. En in dit geval ook de oudste. Want deze man neemt heel wat jaren ervaring met zich mee. Ja. Ik ben John, ik ben 74 jaar. Ik ben in de Jordaan geboren en ik zing met mijn hart. En het Westertorenslagen is mijn hartslag. Dan gaan we lekker beginnen met de Polonaise door de tent. Vind je het goed daar, hoor? Waarom hebben de giraffen nog zo'n hele lange nek? Ik treed nog wel op in bejaardentehuizen. En in op andere evenementen, feesten, bruiloften. Maar niet in kroegen, want dat roken dat is een heel slecht voor mij. Proost, schat. Gezellige middag. Mijn vrouw die kan niet altijd mee, want die is heel slecht te been. Want ze wordt er nerveus van als ze zich moet haasten. Dat kun je zomaar niet doen. Ik ben in een gesprek. Je moet, er werd je gevraagd of je nog wat zeggen wil. Je moet wat zeggen. Ik ga boodschap doen, liever. Het is toch niet te geloven, hè? Zit ik onder de lippen zit mij toch, hè? Ze heb kiesproef. Wil je al even mijn kinderen voorstellen? Dit is Annelies, dat is je jongste. Papa betekent heel veel voor me. Ja, super trots. Ja. Dat is de middelste. Die moet nog een nodig een kerel vinden. Dus ja, jongens, vraag het wel. Ze kan hoor. En dat is mijn oudste. Die komt altijd op een ballige hak bij ons thuis brengen. Die verzorgt ons altijd. Het is elke week een feestje om hier te zijn. Zo leuk om al die mensen uit hun hart te zien zingen. Het is gewoon geweldig. Nee, maar een biertje van me. Joost, bedankt hè. Proost, jongen. Ik vind dat mijn vader de nieuwe volkszanger van Nederland kan worden. Omdat hij op 74-jarige leeftijd heel goed kan zingen. En de liedjes komen echt uit zijn hart. Dat is mijn tekst. Hoe vallen John's tekst en zang bij de jury? Zingt deze oude rot zijn zoveelste zaalblad? Hoe het met me gaat? Perfect. Gaat heel goed met mij. Zo blij als ik daar sta. Ja, zingen is mijn lust in mijn leven. Als ik dat niet heb, ik heb tegen mijn vrouw gezegd. Je mag alles hebben, maar zingen moet je afblijven. Ja, ik moet blijven zingen, want anders dan leef ik niet. Zingen is mijn leven. Zingen moet je met je hartje doen. Probeer ze weg te blazen. Maar ja, dat moet je maar mee hebben natuurlijk, of het lukt. Ik doe mijn best. En meer kan je ook niet doen, John. Weet deze Jordanees in hart en nieren op het laatste moment nog een hotseat plaats te veroveren? Of gaan Jason en Peggy door naar de volgende ronde? Goedenavond allemaal. Goedenavond, jury. Goedenavond. Wie bent u? Ik ben John. John. John, en hoe oud bent u als ik vragen mag? Ik ben 47. 47? Oh, dan ziet u er nog heel goed uit. Ik ben 74, Dre. Wauw. Oké, okay. Nou dan vind ik het echt al respect en heel leuk dat u hier staat. Dank je wel. Ik vind het ook een eer om hier te staan. Ik ben wel heel erg benieuwd, wat gaat u voor ons zingen? Ik ga zingen, jij bent het leven van Willy Alberti. Heel mooi en heel moeilijk. Ik hoop dat u niet zo heel goed doet. Dat klinkt heel lullig voor John, maar... Het is een schat, maar we kunnen hem hebben. Alsjeblieft. Maar die belofte ging heel snel voorbij. Niet doen, niet doen, niet doen. Nee, druk gewoon, oké, dat schijnt. Maar hij peumde er meteen bam in. Wij samen hand in hand. Ik weet nu, je houdt niet meer van mij. Ik kan jou niet vergeten, als ik je stem hoor, dan ben ik verloren. Oh, wat is dit mooi zeg. Wat ik bij jou voel, dat is het leven voor mij. Je zei me dat je altijd blijft bij mij, maar die belofte ging heel snel voorbij. Waarom ging jij nu weg? Geloof me als ik zeg bedankt. Dat ik nog heel veel van je. Dat
Meneer, u bent 74 jaar. Ja. Maar u zit zo vol leven, misschien wel meer dan de meeste auditanten die we vandaag hebben gezien. Ja. Heel mooi compliment. Maar ik moet je zeggen, Dre, zingen, dit is mijn passie. Ja, maar dat horen we ook. U begon en u kwam er eigenlijk meteen in als een gek. Ja, u kwam erin als een sneltrein, vond ik. Ja, dat klopt beter, ja. U heeft mij echt... Hij is ook nog steeds een doerak. Nee, maar daar hou ik wel ja, van. Ja, ik begrijp je wel, Dre. En ik ben onwijs trots... Kom maar bij opa. Ja. Nou, kom hier dan. Kom hier. John. Ja, ja. Laatste fijne vriend. Jij bent echt een verrassing. Jij zou nog wel eens een nieuwe Nederlandse volkszanger kunnen zijn. Ja. Het is serieus. En je merkt het, luister niet alleen maar aan de jury, maar je merkt het echt aan het publiek, man. Iedereen draagt je op handen, nu al, na één nummer. Wat een held. Nou. Je kan me klaarzoon worden, hoor. Ik ben al heel lang gelukkig getrouwd. Dat weet ik. Je krijgt altijd een twittertje van me, de groeten naar Jenny. Dat weet ik. Oh, dat ben jij? Ja. Oh, wat leuk. Maar dat is ook... Luister, dit is echt serieus. Je bent niet alleen een fantastische zanger, entertainer, nou ja, een warm hart. Maar de man twittert ook nog op 74-jarige leeftijd. Hé, hey, hoe modern ben je? Super, John. Heerlijk. Meneer, ik heb één vraagje aan u. Wie heeft u meegenomen? Ja. Mevrouwtje. Ik heb nog nooit iemand zo trots zien kijken naar haar geliefde. Ik vind het prachtig zeggen, om te zien. Ik moet je zeggen, Rox, ik ben 55 jaar getrouwd met die kleine. Oh, hier. Oh, daar staat ze. Kijk nou. Wat is het nou? Ze is een beetje slechter been. En ik wist helemaal niet dat ze vanavond zou komen. Nou. Ja, en mijn dochter die zegt, pa, voordat u een hartaanval krijgt, zal ik maar even zeggen dat mama in de zaal zit en naar het klasje werken. Hé jongens, dat smelt je toch. Prachtig, hè? Wat een machtige afsluiting van deze avond. Dank u wel. Had niet mooi gekund. Dank u wel. Tot de volgende keer. Deze bedankt. Jammer. Doen we niks aan. Volgende keer beter. Goed, hè? Hartstikke leuk, zeg. Mooi, hè? Ja, heerlijk. Gefeliciteerd. Dank je wel, schat. Houd je. Ja, hoi, Vicky. Top. Toppie, hè? Ja. Nou, hartstikke leuk. Oh, is het trots op mijn jongen. Zo goed. Hier zijn alle van, hoor. Goeie wel. Hé, hey, Roem. Hoe is het, jongen? Je had een hele zaak. Oh, nog. Ja. Het is gewoon prachtig. Voor mij mag je de hele avond zingen. Ja, dat wil dit mensen ook. Heel Nederland mag twitteren. Spoel 59 is het. Spoel 59. Volg de man. Dank. Graag gedaan, jongen. Ik ben er heel blij mee.